Ik ben een koor. Ik ben verschillende stemmen. Mijn universum is tragicomisch. Waarbij je moet begrijpen dat de tragedie altijd lichtvoetig en dus lichtjes absurd komisch moet zijn. Want dat is nu eenmaal de essentie van hoe we bestaan. De la musique avant toute chose, maar niet alleen voor poëzie. En al die dingen moeten er... Eigenlijk ben ik gewoon een bastaard. Ik ben echt een Belg. Bastardisme ten top. Bâtard glorieux. En dat wil zeggen dat je alles kunt gebruiken. Dus ook van woorden. Ik hou van dat er een standaardtaal bestaat, het Nederlands. Omdat je dan vervolgens kunt van afwijken. Met alle regionalisme, alle neologismen, met alle import van vreemde woorden. Je mag je laten beïnvloeden door van rapmuziek tot mystieke poëzie van Hadewig. En dat flink door de blender. En dan kijken wat eruit komt. In veel van mijn werk zitten minstens twee lijnen. En de ene is fascinatie voor het monster. Dat komt eigenlijk van het Latijn is monstrum is tonen. Omdat in het monster de mens op zijn meest problematisch hoort tot uiting te komen. Maar je bent ook meest gefascineerd daardoor. Omdat als je het monster goed tekent, heeft hij iets heel menselijks. En daarom maakt hij ons bang. De andere kant is, het zal misschien raar klinken voor mensen die mij niet goed kennen. Maar ik beschouw mezelf als een kind van, terwijl ik een Belgische bastaard ben, tegelijk heel erg een kind van de Vlaamse beweging, het begin daarvan. Waarbij kunstenaarschap zeer grote aandacht voor cultuur en taal en toneel, amateurtoneel, verbonden werd met een politieke stellingname. Dus ik kan mij in het begin van die Vlaamse beweging heel erg goed herkennen. Die is dan ontspoord, vind ik, en die is dan veel artiesten kwijtgeraakt in de Eerste, maar vooral de Tweede Wereldoorlog. En door politiek steeds rechtser te worden, in een marktdenken, wat volgens mij juist veel cultuurrelativistischer is dan wat ik vaak als verwijt krijg. Als je met een aantal liberalen, extreem liberalen, babbelt, die vinden dat je niet mag spreken van kunst. Kunst is wat beslist de consument dat kunst is. Als de gemeenschap niet meer kan mee onderscheiden en onderwijzen het verschil tussen enerzijds het verdriet van België en anderzijds de songteksten van Jules Cabas, die ik best wel grappig vind. Maar als je niet meer kunt zeggen, er is een verschil tussen en het ene zou, omdat het moeilijker is, maar rijker is, onderwezen moeten worden, want dat is niet vanzelfsprekend, dat mensen daarmee in contact worden. En het andere vinden ze vanzelf wel en is entertainment. Als je niet meer kunt het onderscheid maken tussen kunst en entertainment of cultuur, dan vind ik dat je dan pas echt cultuurrelativistisch bent. En dat is nou net iets wat bij het begin van die Vlaamse beweging je niet had. Dat is tegelijk een collectief denken waarbinnen artiesten die heel individualistisch denken, zich toch inschakelen. De artiest moet juist via dat individuele een zeer uniek geval, weer die elke lik, bedenken, steeds weer. En daarom is kunst nooit uitverteld. Steeds zijn er andere omstandigheden om die grote verhalen, die universele verhalen van liefde, hoop, dood, verlies enzovoort, wanhoop, liefde en het verlies van schoonheid, noem alles maar op, ouder worden, om die telkens weer te gaan vertellen in een nieuwe context, in veranderende contexten. Met mijn vent zijn wij de eerste die in België ooit een samenleefcontract getekend en geregistreerd hebben, wat dan tot het homohuwelijk geleid heeft. Nu, die discussies zijn belangrijk, maar moeten ook gevoerd worden. En het is normaal, wat je nu ziet bij decolonisatie, en als het dan over bijvoorbeeld Leopold II gaat, het is normaal dat dat ook... En helemaal niet anders dan in de jaren 60, als het dan over de seksuele revolutie ging. Ja, dat met een zekere af en toe ontspoorde energie gebeurt. En dat er al eens een bushok of een buste sneuvelt, dat moet dan kunnen, vind ik. Maar de discussies moeten wel op een bepaald moment weg van de cretologie en steeds meer in de nuance gevoerd worden. Die genderdiscussies zullen absoluut, als ik de meeste hoop van de mensen erover over te geven, die gaan wel een effect hebben. Zwarte Piet, ik denk dat je echt rustig kunt stellen. Binnen 20 jaar gaan mensen terugkijken naar wat mensen zelfs als
zoals Demir en Asita Kanko erover zeiden, laat staan Voorpost en een aantal extreemrechtse groepen nu. En men gaat dat lachwekkend vinden of niet begrijpen waar het over gaat. Maar Brussel, wat ik jammer vind aan Vlaanderen, is dat de meeste Vlamingen zich al zo lang zo'n negatief beeld van Brussel laten aanpraten. Wat past in een heel kader van Belgische verwijten, waarvan dan de hoofdstad het culminerende punt zou moeten zijn. Brussel is de enige, weliswaar kleine, maar de enige metropool van de Benelux. En eigenlijk wordt er dan vanuit, vind ik, extreemrechts flamigantische hoek van Brussel een soort vergaarbak gemaakt van problemen die alleen aan het Belgische systeem zouden vasthangen, terwijl dat vaak grootstadsproblemen zijn. Het is een nog moeilijker lief dan Antwerpen. Ze geeft zich langzaam en moeilijk, maar eens dat je Brussel een beetje kent, dat is toch een fantastische stad. Juist omdat ze meertalig is, juist omdat iedereen, en daar moet je wel van houden natuurlijk, iedereen is minderheid, of niemand is meerderheid in Brussel. En dat is natuurlijk de moderne stad. En daarom wordt ze gehaat door juist veel van de Vlamingen die homogeniseringsdrift hebben. Die werkelijk zeggen dat ze alleen maar, die heel de tijd normen en waarden, als een soort Siamese tweeling vermelden. Maar dat is een propaganda-instrument, door die om elkaar te hangen. Als je zegt dat je alleen maar dezelfde normen kunt hebben als je dezelfde waarden hebt, waarom hebben we dan nog een parlement nodig? Normen is waar iedereen zich aan moet houden. De waarden kunnen verschillen. En dat simpele begrijpen, dat simpele accepteren ervan, ja, dat is een ideologisch discours. En Brussel is het af en toe stinkende, maar meestal het ook glorieuze bewijs van dat gewoon niet klopt. Je kan absoluut een identiteit hebben, de Brusselse, die zeer meervoudig opgesteld is. En dat botst ideologisch met een heel groot denkkader van juist identitaire denkers. Ja, we knippen. Ik weet niet hoeveel we hadden op de band, maar ik lul die helemaal vol, hè. Dat is wel duidelijk. Zo speel ik veel personen in mijn eentje. En geen voelt zich voldaan, nog recht gedaan. Maar wat het is dat ik ook ben, nog ik, nog enig ander mens die mens is en niets meer, kan ooit tevreden zijn met iets, totdat hij vrede neemt met dit. De mens is niets.